De rouwperiode van Gramang Belfon Aboikoni is het afgelopen weekend officieel afgesloten. De Asidonhopo, de residentie van de Gramang. De voorbereidingen voor deze afsluiting, ook wel Limba Uwi genoemd, begonnen vrijdag. Albert Aboikoni, hoofdkapitein van de Machaulo en de omstreden opvolger van Gramang Belfon Aboikoni, gaf aan dat de formele rouwafsluiting heeft plaatsgehad conform de afspraken met de regering. Normaliter wordt er een bepaalde periode in acht genomen waarna de installatie van de opvolger van de Gramang moet plaatsvinden, zegt Aboikoni. De bigima, de hoofdkapitein. Naga den big map den kondre den lo men taki at de one periode pe alas ma mus go praxe dak wel samus opsa en pe wo go dus na wan idee era no tak dat opsa at de wan mu elektori fi kan do wan voorspelling na wan a mu elek no kan tak noti ete no kan tak noti ete kan wan tras ma kan taki ma mi no kan tak noti daarover eten. Anders als hoor dat niet, hoor dat gemeenschap voor de gek. Aboikoni zegt dat hij niet met de andere los heeft afgestemd over de opvolging. Hij kan als hoofdkapitein niet zomaar dat initiatief nemen, omdat er een rivaliteit bestaat die ook hem regardeert. Een systeem voor het traditioneel gezag of het systeem voor Asar Makastam. In zijn lichaam, Abi, kon ik een voorbeeld zijn die makkelijk voor begrijpt. Fai Abi, Amerika. Na een vereniging voor alle de staten voor Amerika. En de man met een bepaalde structuur voor tieren alibief ding. Maar altijd, alle staat. Abi een positie in het geheel. En want er staat normaal goed de peer aan trouwen. Dus nou een onderlinge samenwerking. Dus je kan dat wel naar zo opsa. Want allemaal, je ziet alle lo bij deze, ligt een gelijkwaardig partner. Je ziet helemaal een onafhankelijk stam. Naar zo moest dat. Dus alle lo naar een stam op zichzelf. Maar voor die, hoe allemaal moest libile familie in Aliba, dat je tak asarma kan ze stam. Maar dat betekent dat if one lo de een one da alas een vinger. Ano de zo. Binnen de Machaulo, waar Aboikoni de hoofdkapitein is, zijn er ook twee groepen. Aboikoni wil hierop echter niet ingaan. Deze rouwafsluiting is de eerste in een serie van drie. Zaterdag op zondag was er een brocodé en voor de rest van de week zal er nog gefeest worden. Daarna gaat men terug naar hun respectieve woon- en werkplek. De laatste afsluiting zal door de dan benoemde nieuwe Gramang plaatsvinden.